De sector speelt het fossiele brandstoffenverhaal dat door het akkoord in Parijs dat het heel erg onder druk staat. En de komende jaren in 2030 moet er heel veel CO2 gereduceerd worden. Daarom spelen wij in op laadpalen, een CNG en LNG en in later stadium spelen wij in op het waterstofverhaal. Aars Groep is een bedrijf waar andere bedrijven onder vallen. Dat is Aars Olie, Aars Lubricants en Aars Energy. De ene zit voor het totaal het oliehandel. De andere zit totaal op laadpaal. En de laatste die zit helemaal op het smeerolieverhaal. Onze klanten zijn industrie, landbouw in de ruimste zin van het woord, loonwerkers, transportsector en tankstations. We hebben verschillende soorten tankstations. We hebben tankstations van Esso en van ons eigen. We hebben 2 bemande tankstations en 5 onbemande tankstations. Op de bemande tankstations hebben we eentje, hebben we een bakery. En dan kun je ook broodjes halen. Voor de laadpaal hebben wij contracten met gemeentes, gemeente Sluis, gemeente Terneuzen en gemeente Hulst. We zitten nu ook met de rompot door heel Nederland, België en Duitsland. We zijn nu 2 jaar bezig met die laadpaal en we hebben er nu ongeveer 100 staan. En ik streef ernaar om eind van dit jaar er toch zeker 200 staan te hebben. We hebben nog meer te bieden dat wij tankpassen hebben die wij kunnen doorstromen in heel de Benelux op meer dan 600 tankstations. We hebben ook in de aanbieding propaan. Propaan willen we omzetten bij campings, bij particulieren en bij bedrijven. Dat willen we nu ook gaan omzetten bij bioboeren die het moeten gaan gebruiken voor het wegbranden van onkruid op hun land. Omdat ze veel minder sproeimiddelen mogen gaan gebruiken. Als je kijkt naar smeerolie, dan wordt het vaak heel ingewikkeld gemaakt. En onze kracht is om het relatief simpel te houden en to the point, zeg maar, naar de klant toe. Elke klantsituatie is uniek. En in die zin passen wij de juiste smeermiddelen op de juiste plaats toe. Zonder dat we een hele apotheek van smeermiddelen van maken. Want dat is in de praktijk wat er gebeurt. We hebben 4 merken. Dat maakt het heel klantspecifiek mogelijk om aan die kant te kijken wat de beste toepassing is. Je hebt de mineralen, de half- en de volsyntheten. En we hebben tegenwoordig een nieuwe generatie smeermiddelen. Die weer heel veel mogelijkheden geeft. Meer brandstofbesparing, langere levensduur. Daar waar we dagelijks tegenaan lopen, dat we tekortkomen met CO2-uitstoot. En eigenlijk proberen energie te optimaliseren daar waar mogelijk. Daar kunnen we op inspelen. Als je kijkt naar smeermiddelen qua ontwikkeling, valt me op dat er heel veel gekozen wordt naar toch nog producten van 30, 40 jaar geleden. En dat heeft ermee te maken dat de fabrikanten die schrijven een specifiek product voor. Alleen vaak is dat een voorschrift wat al van even terug is. En daar blijft men in hangen. Nou, wat onze kracht is, is om opnieuw te kijken van hey, welke onderdelen vragen welke type smeermiddelen. En daarop in te spelen. Door naar minder soorten te gaan, maar wel optimaliseren. Als je overstapt naar het juiste smeermiddel van vandaag, de mogelijkheid die we vandaag de dag kunnen bieden, en zeker met de nieuwe generatie smeermiddelen, dan heb je en minder energiegebruik, en je hebt minder geluid, je hebt meer snelheid over het algemeen, en je hebt een langere levensduur van je onderdeel, zeg maar, van de machine, maar ook van het smeermiddel. Dus er zijn eigenlijk alleen maar plussen. Ik ben het meest trots op dat ik het bedrijf van mijn vader en van mijn opa heb mogen doorzetten. Mijn opa is er in 1927 mee begonnen. En de opvolging staat ook al te trappelen om het verder te zetten. Onze ambities in de toekomst zijn dat wij nu zitten wij met brandstoffen en smeerolie in Zuidwest-Nederland. En dat willen wij door heel de Benelux gaan omzetten.